Ik heb de huisbaas gezien. Hij wil de huur met de helft opslaan. Kan dat zomaar? Ah ja, jij zit met die Lore zeker? Ja, klopt. Die zit nu in Azië voor 6 maanden. Maar nog iets over die Sophie. Ken ik die? Maar ik weet het niet. Het is een blonde met krullen. Allee, gaan we een gsm halen? Je bent zeker, hè? Ja, geen stress. Oh, het doet niet alsof je van niks weet. Ik heb je zien kussen. Hoi. Hey. Ik vind dat echt heel vervelend dat je dat hebt moeten zien van Stefan en mij. Waarom heb jij er eigenlijk niks van gezegd? Waarom ik er niks van gezegd heb? Ik heb juist 1000 keren geprobeerd om met u over te praten en dat lukte niet. Ja, sorry, nu snap ik dat wel. Ik weet niet goed wat zeggen nu. Kun je me misschien zeggen wat er nu gaat gebeuren? Wat er gaat gebeuren? Ja. Zijn jullie verliefd? Maar allee, Robin. Zo gemakkelijk is dat allemaal niet, hè? Ik ben zelf eigenlijk ook heel erg geschrokken, hè? En Stefan? Ik heb hem niet meer gehoord. Ik heb hem een berichtje gestuurd dat ik wat afstand wou nemen. Gaat je het vertellen aan Bart? Vertellen aan Bart? Ja, mama. Ja, zeg niet dat je dat niet gaat doen, hè. Je hebt mijn hele leven lang tegen mij gezegd dat ik eerlijk moest zijn. Over wat en tegen wie dan ook. En jij zou dat dan nu niet doen? Je hebt dat toch nog niet rondgebazaand? Oké. Alleen tegen mijn vrienden. Allee, Robin. Ja, wat? Mama, ik zit daar wel mee, hè. Jij niet. En als je dat niet had gedaan, dan hadden wij deze gesprek niet moeten voeren en dan had ik dat niet tegen mijn vrienden moeten vertellen. Ik weet het. Ik heb er echt heel veel spijt van. Ja, oké, spijt. Allemaal goed en wel. Maar voor mij is dat super vreemd, hè. Ik heb straks afgesproken met Guillaume. En als ik Stefan zie, wat moet ik dan zeggen tegen hem? Ja, Robin, ik weet het. Ik ben stom geweest. Kijk, we zijn hier lekker aan het brunchen. Oh, zeg. Ik zou dus echt geld ervoor over hebben op dit moment, hè, om zo'n vers pistoleek te kunnen eten. Nee, echt, hier in de States hebben ze alleen maar van dat industrieel brood. Hè. Bah. Maar weet je, binnenkort zijn jij terug en dan kun je elke dag zoveel pistolees eten als je wilt. Yay. Zeg, wanneer gaan we gaan landen, Dirk? Ja, dat gaat waarschijnlijk van donderdag op vrijdagnacht zijn. Dus ik verwacht rond middernacht in Brussel te zijn. Ga je dan weer zo'n jetlag hebben? Ja, heel waarschijnlijk wel, de Louise. Maar ja, ik kan wel daarna heel de dag uitslapen. En ja, dan hebben we nog een heel tof weekend voor de boeg om samen leuke dingen te plannen. Cool. En gaat jij ook iets meebrengen voor ons? Moet ik eigenlijk eerst nog eens even bespreken met jullie mama's. Hè? Want ik wil wel eens weten of jullie dat wel verdiend hebben. Echt wel? Ja. Ik weet het wel. Yo, ik heb afgesproken met Guillaume. En het is nu ook de eerste keer weer dat ik Stefan terugzie na heel dat gebeuren met hem en mijn ma en heel een kusgedoe. Ik weet niet wat ik moet doen. Het is een super lastige situatie natuurlijk. Hè. Moet ik het hem zeggen? Moet ik het aan Guillaume vertellen wat ik allemaal heb gezien? Dat is de vraag. Want er is eigenlijk maar één optie. Hij gaat sowieso stom reageren.
mijn sleutel? Jawel, ik heb die nu niet bij. Waar is Guillaume? Die is in een berging aan het opruimen. Ah, oké. Ik ga dan eens vlug naar daar. Ça va? Ja, ça va? Ja, dat is wel elkaar nu. Jo. Oké. Jo. Hier zijn ons Robijntje. Ça va, kes? Zeker zeker ze nog een paar dozen aan het opruimen. Moesten onze pa. Guillaume, ik moet u iets vertellen. Oké, zeg maar. Je moet beloven dat je niet raar gaat doen opeens, oké? Je hebt een nieuw lief. Nee, man, ik heb een nieuw lief. Het gaat over onze pa. Wat? Allee, onze pa heeft gekust met mijn ma. Wat? Ja, rustig, in de auto. Ik heb het gezien. Just het was op de mond. Nee, toch niet. En waarom, gast? Waarom? Ik weet dat toch ook niet? Ik heb er mijn ma mee geconfronteerd en ze weet nu dat ik het weet. Maar wie weet dat niet? Bart weet dat niet. Hoe gaan we die event, gast? En Stefan, die weet ook waarschijnlijk niet dat ik dat weet. Maar gast, dat ga je er niet beginnen, hè? Wat beginnen? Dat uw ma met onze pa gaat beginnen aan te pappen. Hé, rustig, hè. Wat is er mis met mijn ma? Gast, ik heb daar gewoon geen goesting meer in. En ik heb al een moeder, trouwens. Ik wil zo'n toestanden niet. Toestand. Ze gaan niet opeens gaan trouwen door ene nozele kus, hè. Dat zou wel zijn. Ik wil je gewoon even meedelen, ja? Dan kunnen wij er misschien samen met Stefan over praten. Wat samen praten, jong? Wat, gaat het mij niet helpen, of wat? Ik heb hier gewoon geen goesting in. Maar ik toch ook niet? Dat is voor mij nog een moeilijkere situatie dan voor u, hè. Dat beseft het toch. Wat even juist. Kom, kunnen we niet tenminste over praten? Nee, echt waar niet, Romy. Shit, jong. U valt gewoon ook gewoon niet te praten, dus waarom probeer ik het ook nog, hè? I got no excuses for all of these goodbyes. Call me when it's over, 'cause I'm dying inside. Wake me when the shakes are gone and the cold sweats disappear. Call me when it's over and myself has reappeared. I don't know why I do it every time. It's only when I'm lonely. Sometimes I just wanna cave and I don't wanna fight. I try and I try and I try and I try and I try. Just hold me, I'm lonely. Mama, I'm so sorry, I'm not so. Ik ga het nu aan Bart vertellen. Ja, ik zeg altijd zelf dat je eerlijk moet zijn over alles, dus ja, ik zal dat maar beter doen. Hoe denk je dat hij gaat reageren? Pff, dat kan ik echt niet inschatten. Echt geen idee. Hoe is het nu tussen u en Stefan? Robin, wat dat gebeurd is, is gebeurd. Dat kan ik niet meer wegnemen. Maar het zal zeker iets eenmalig geweest zijn. En je weet dat ik met Stefan heb afgesproken om afstand te nemen, dus... Maar als jij er mij over wilt spreken, begrijp dat wel, hoor. Het spijt me echt dat ik u hierin betrokken heb. Wanneer ga je dat dan vertellen aan Bart? Ik denk dat ik dat vanavond ga doen. En mijn moeder gaat straks eens met Bart praten over hetgeen dat er is gebeurd met Stefan. Ouch. Maar ik hoop vooral dat Bart niet ontploft of zo. Die kan echt kwaad worden, hè. Ik wil eigenlijk liever niet thuis zijn, maar ja. Gaat dat met mij mee? Ik ga naar Madelief. Ik moet nog met Lore bellen. Jongen, die stuurde zo'n rare berichten. Lore was gewoon maar ongerust over u. Ja, ze vond dat je depri klonk. Depri? Ja, dat is natuurlijk alles behalve wat je van haar kunt zeggen, hè. Ja, al haar wilde avonturen en zo. Robin. Ja, dat is toch? Ze vroeg ook opeens hoe dat was met Sophie. Vond ik ook heel raar. Ze is ineens jaloers of zo. Maar nee. Ja, kijk, jij hebt haar gewoon gezegd dat je weg waart met een klasgenoot. En ik heb dan gewoon gezegd dat dat Sophie was. Dat is alles. Ik snap jullie vrouwen eigenlijk echt niet. Nee, echt, kom. Ik stuur haar berichten en ze negeert mij. Ze laat nooit iets van haar horen. En het is er altijd fun, fun, fun. Maar eens dat ze iets hoort dat daar niet aan staat, wel ja, dan begint ze mij
te sturen en dan kan het haar ineens wel allemaal schelen. Dat, lieve vriend, dat noemt me nu eens liefdes, hè. Amai. Als dat uw definitie is van liefde, jongen. Ik heb alles, dus ik ga door. Ik ga naar mijn liefde. Madeliefde. Snapt hem of niet? Nee, ik ga ook door. Zeg, Robin. Als je straks wilt sturen of eens wilt langskomen, je mag altijd, hè. Nou, wees gewoon niet zo hard verloren. Ze bedoelt het echt goed, hè. Ja, ik weet dat ook, hè, maar... Kom, ik loop nog wel even mee. Standing at the front of the land, waiting for something I can't make out, but I wanna talk to you. Bart, ik zou u iets moeten zeggen. Maar ik wil op voorhand al wel zeggen dat het echt niks te betekenen had. Dat klinkt al niet echt geruststellend. Ja, het is dat ik... Alleen, het was echt niet de bedoeling, maar... gebeurde. Ik heb met Stefan gekust. Allee, gekust is te zeggen, eigenlijk ene kus gewoon. Wat? Heb jij gekust? Het was absoluut niet dat ik die intentie had om dat te doen. Ja, dat gebeurde eigenlijk. Weet jij hoe belachelijk dat je mij nu voelt? Ja, ik weet het. Echt waar, ik weet het. En ik heb er heel veel spijt van. En het had echt absoluut niks te betekenen. Ik heb hier niks meer over te zeggen. Echt niks. Allee, Bart. Mama. Komt wel, jongen. Nee, gaan we niet doen. Echt niet. Iedereen verdwijnt uit mijn leven en ik kan er niks aan doen. Dat is kei straf, jongen. Ik ben u geen uitleg verschuldigd. Je gaat dat er nu afhalen. Bart, wat doe jij hier eigenlijk? Wat een goede vraag. Wat doe ik hier doen? Ik kan beter aan hem vragen. Wat doe jij hier? Had ik geweten, hè, dat het allemaal zo moeilijk zou verlopen, dan was ik nooit vertrokken. Mama? Mama, wat is er gebeurd?